In de bankettaal van Hotel Torarica vond vandaag de paneldiscussie Value of Online Fame plaats. Een van de sprekers, tevens programmamaker Errol Tame, reageerde op de stelling: iemand hoeft geen journalistieke achtergrond te hebben om een succesvolle talkshow of podcast te kunnen draaien. Eens? Waarom eens? Omdat ik vaak geconfronteerd word ermee. Ik zeg altijd, je hoeft geen journalist te zijn als je goed kan babbelen. Je moet goed kunnen babbelen en goed kunnen luisteren. En ook nog kunnen bemoeien. Je moet van bemoeien. Ja toch, je moet van bemoeien bouwen. En ik ben in een volksbuurt opgegroeid, dus we bemoeien vaak daar. En wanneer je gaat bemoeien, ga je luisteren. En wanneer je hebt geluisterd, ga je vragen stellen, want je moet het doorbrengen. Ja toch, overbrengen. Je moet, als je naar huis gaat, moet je het aan je ouders kunnen vertellen, of aan je zuster of aan je broer. En aangezien ik van discussiëren hou, ik ook van gezonde discussies. Dan vaak op de hoek babbelen we of discussiëren we. En vandaar dat ik zeg, je hoeft niet echt een journalist te zijn. Want sommige mensen vallen me aan op Facebook die journalisten zijn of misschien in die hoek zijn. Er is geen diepgang, er is geen dit, er is geen dat. Weet je? Maar als ik kijk naar deze drie heren hier, vooral naar Dave. Het verschil tussen Dave en ik, laat me het verschil tussen Dave en ik. Want ik zou graag dat van Dave willen doen. Ik ben jaloers eigenlijk op Dave. Weet je waarom? Dave is vrij in het praten. Ik moet nog rekening houden met sponsoren, met kinderen die kijken, is dat weer? Dus dat van diepgang, als je een goed gesprek kan voeren, het onderwerp, ik heb geen onderwerpen. Ik zeg altijd, de gast bij mij is het onderwerp. En dan in een kango, ik bereid me alvast niet voor. Als Andy voor me zit, komen die vragen vanzelf. En een journalist moet zich voorbereiden op het onderwerp. Dus daarom zeg ik, je hoeft geen journalist te zijn om met je talkshow te beginnen. Dat is mijn mening. Volgens programmamaker Dave van Aden hangt het ervan af wat voor programma de persoon zal doen. Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Het lastige is dat soms ben ik heel kritisch. En andere keren, want ik bereid me ook nooit voor op een gesprek. Andere keren, aan de hand van de manier hoe het gesprek loopt, dan stel ik gewoon normale, simpele vragen. En dan is het de vorige, ja, maar bij hem was je niet zo kritisch en niet zo'n grote mond. Ik zei, ja, maar het is gewoon de vibe. En voor mij is het een beetje uit de hand gelopen grap. Ik was een beetje moe van het, hoe moet ik het zeggen, de traditionele manier van programma's. Snap je? En daarom ben ik begonnen en op een gegeven moment begonnen die volgers te komen. Dus blijkbaar was het dus werkelijk vraag daarna. Maar het hangt er vanaf wat voor programma je hebt. Want als je nieuws zou coveren, denk ik wel dat je een journalistieke achtergrond moet hebben. Maar ik ben Pripanyi, dus dan past het precies in mijn model. Begrijp je? Dus het heeft te maken met de, wat voor programma wil je presenteren. Begrijp je? Dus van mij is het een shootory, een takshootory. En mijn manier van praten is, of mijn approach is, ik laat de gasten zich op hun gemak voelen. En een beetje het gevoel dat je onder een boom bent. En daarom lach ik ook over alles, want het is eigenlijk kiek dat we aan het breken zijn. En ik vind dat over alles moet je kunnen lachen. Elk onderwerp. En mensen worden soms heel verhit van, ja, maar dit is een serieus onderwerp. Mm-hmm. Ja, maar als ik met die man serieus ga praten, dan ga ik een heel andere persoon voor me hebben. Het is juist de bedoeling om die man op zijn gemak te laten voelen, of die vrouw. Dat is mijn approach, dus ja. Maar soms ben ik ook jaloers op hem. Want hij krijgt alle bekende mensen, je weet het dus. Ja. Maar je hebt zijn belly simpel zelf gehad, dus ja. Dan maar, je zou niet doen. Maar ik denk dat de kracht bij jou is. Jij gaat in op de controversie van wat mensen echt willen weten. En dat mensen bang zijn om te stellen. Ja, maar vaak is het mijn nieuwsgierigheid. Begrijp je? Ja. Dus ik heb meestal de meest rare topics met het leuk. Ik wil nou weten over acupunctuur, spiritualiteit, een waarzegster wil ik hebben. Iemand in de gevangenis heeft gezeten. Iemand die doodgeschoten. Hoe voelt het? Snap je? Dus het is mijn nieuwsgierigheid dat ik in het programma breng. En blijkbaar zijn er heel veel mensen ook nieuwsgierig daarna, omdat het niet alledaags is.
Dat is mijn approach. Volgens programmamaker Dion Breunings moet de persoon wel een journalistieke achtergrond hebben. Nee, het is verplicht om een journalistieke achtergrond te hebben om een succesvolle talkshow te doen. Tuurlijk kan ik dat niet zeggen. We zitten met z'n drieën hier. Zijn we zo'n gegeven. Alles op je gooien. Het zou zwaar hypocriet zijn. Dus, nou. Kijk, als ik het eventjes bekijk vanuit de corporate side of things. In mijn nieuwe rol, zeg maar. Ik ben wel van mening dat een succesvolle talkshow, zeker het starten van een succesvolle talkshow, je wel wat equipment nodig hebt. Je hebt wel wat ondersteuning nodig. Voornamelijk goed geluid. Uno gedoe talkshow, dat geluid slecht. Met bigoen, hè. Ondersteuning je ook niet. Dus het, voor mij als at the corporate side of things, het is makkelijker voor mij om bazen te overtuigen van, hé, deze man heeft een journalistieke achtergrond, dit en dit en dit zijn zijn papieren, dus we gaan met hem in zee. Dat gaat een stuk makkelijker dan anybody from the street. Maar het geluk dat we hebben in deze tijd is dat je eigenlijk heel weinig nodig hebt om te starten. En er zijn verschillende type dingen die een goede talkshow kunnen maken. Ik noem maar wat, als we gaan praten over bankenwezen, dan kun je voor die diepgang inderdaad een journalistiek persoon hebben. Maar je kan natuurlijk ook werken met een hele goede bankier. Dus je hebt misschien wel wat techniek nodig om de diepgang erin te krijgen. Dat is mijn specifieke geval. Ik ben een sporter die op die manier dan diepgang kan brengen in het onderwerp. Maar wat we allemaal gemeen hebben, is dat we één, erg nieuwsgierig zijn. En twee, ik denk ook wel dat we onszelf hebben gebruikt als om te bepalen wat de markt wil. Weet je, die zei het perfect. Ik bedoel, hij is moe van de traditionele vorm van programma maken. Dus mijn doet trafassi, mijn doet Priet Pangi. Simpel zijn model. Hij zei, ja luister, ik ben nieuwsgierig. Ik wil tussen aanhalingstekens bemoeien. En hetzelfde voor mij. Weet je, ik consumeer heel wat sport. Maar niemand kan me wat vertellen over de diepgang van Robin Hood. Je krijgt de highlights wel voorbij, maar aan Iberen, aan de echt. Dus dat probeerde ik erin te brengen. Wat ik wel erbij moet zeggen, ik ben wel de mening toegedaan dat als host, als anything, je wel moet weten hoe je research doet. Want dat brengt wel, één, ook de spontaniteit erin, want je ziet gewoon hoe iemand zijn gezicht verandert. Boy, dat is een heerlijke vraag. Weet je, dus dat vind ik wel echt essentieel. En moet je daarvoor journalistiek zijn? Nee, maar het is wel een competentie die ik wel heel erg belangrijk vind.